Welkom in de Biesbos, welkom op de fluisterboot. We focussen ons vandaag echt op de visarend. Een imposante roofvogel die pas sinds vorig jaar in Nederland broedt. Nergens anders in Nederland is dat ooit in al die eeuwen daarvoor gebeurd. Het was vorig jaar een nieuwe broedvogel voor de Nederlandse natuur. En was de buurman geworden van de al langer aanwezige zeearenden die sinds 2012 in de Biesbos broeden. De Biesbos groeide ook. Vanaf 1996 tot aan nu kwamen er duizenden hectares ingepoelderd landschap bij die teruggegeven werden aan de natuur, waar opeens vissen konden paaien. Duizenden brasems en andere schubvissen trekken daar in het voorjaar in weg om in die warme, ondiepe lagunes kuit te schieten, te paaien met elkaar. Nou, niet veel later reageerden daar hoger in de voedselketen soorten op. In eerste instantie de lepelaar, de zilverijgers, de aalscholvers. Maar goed, het voedselaanbod is in orde. De gebieden zijn aantrekkelijker geworden doordat ze ontpolderd zijn, veranderd zijn van polderland in waterland. En dat heeft dus nieuwe bewoners opgeleverd, zoals de zeearend en de visarend. En dat is een kleinere roofvogel van 1,70 meter die over de hele wereld broedt, behalve op Antarctica. Visarenden die trekken door Nederland. Dat doen ze ook vaak in september. We zien niet alleen de Biesbos visarenden nu, maar we zien visarenden uit Zweden, uit Denemarken, uit Lapland misschien wel. Vorig jaar is dat begonnen. In een dooie boom hadden ze een nest gemaakt. Bewust in een dooie boom, want visarenden die willen makkelijk kunnen landen op hun nest. Ze hebben vaak een glibberige grote brasem of snoekbaars bij zich. Als je dan door de kroon van een boom moet vliegen naar je nest, dan bestaat er een kans dat je je glibberende vis kwijtraakt. Vorig jaar dus één paar, één jong, eerste vogel van Nederland. En dit jaar zelfs op twee plekken. Broedsucces met beide nesten, drie jongen. En hopelijk keren in de toekomst jonge vogels die... In dit geval ook, alle zes zijn uitgevlogen dit jaar. Ja, weer terug naar de Biesbos, zorgen ze voor verdere kolonisatie van Nederland. Thomas, wat is eigenlijk een visarend-event? Ja, het is een nieuw probeersel eigenlijk. Voorheen organiseerden we in september visarend-vaartochten. Dat deden we met rondvaartboten vanaf de Drimmelen bijvoorbeeld, vanaf Dordrecht. En omdat we merken dat de vraag van mensen om met die tocht mee te gaan groter wordt dan dat die boot aan kan, hebben we bedacht om op één dag kleinschalig heel veel tochten te organiseren. En zo iedereen een mooie biesbosbeleving te geven met het accent op die mooie visarend. Weken tevoren, het lijkt wel een popconcert, waren de kaartjes al uitverkocht. En nu zie je ook dat heel veel mensen, omdat ze graag in de Noordwaard zijn, omdat ze hier een wandeling maken, toch even aanwaaien, naar binnen komen, een lezing bezoeken of een wandeling doen. Visarenden die hebben alleen in de Biesbos gebroed de afgelopen jaren, nergens anders in Nederland. Is echt wel ook een ambassadeur van het nieuwe Biesboslandschap. Een zeearend net zo goed, hadden we er een paar gezien, had ik ze ook zeker aangewezen. Maar het is een echte trekker van het gebied. Maar het is veel meer dan alleen die vogel, want het vertelt een verhaal over de recente historie van de afgelopen 20 jaar. Hoe de Biesbos veranderd is, verbeterd is voor viseters als die visarend.